Er wordt met man en macht gewerkt om ervoor te zorgen dat de inwoners van Eindhoven donderdag 12 maart terecht kunnen bij het nieuwe inwonersplein onder in de kelder van het stadhuis. Daarmee wordt het gebouw weer gebruikt zoals het ooit bedoeld was, voor alle publieksfuncties. De huur van het voormalige stadskantoor waar de publieksbari zaten is opgezegd. De ruimte zijn inmiddels leeg en alle ambtenaren zijn verhuisd naar de toren bij het stadhuis. De kans is meteen ook aangegrepen om het gebouw duurzamer te maken. Het stadhuis heeft momenteel energielabel G. Na de verbouwing wordt het energielabel A.